Ben 3 gündür burada insanüstü çabanızın farkındayım, geliyorum. Ellerinize sağlık. Hep birlikte bu günü de, bu kara günü de aşacağız inşallah. Emeğinizin ne kadar kıymetli olduğunu hem burada biz Rotterdam Başkonsolosluğu olarak hem Rotterdam'daki Türk halkı aynı zamanda Türkiye'deki yetkililerimiz de farkında. Ellerinize sağlık, gece demediniz, gündüz demediniz, 3 gündür inanılmaz bir çaba sarf ediyorsunuz. Hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah bu çabalarımızın karşılığını da göreceğiz Türkiye'de. Bugün Sayın Belediye Başkanımıza bu talip sağ olsun. Yanımızda desteğini gösteriyor. Rotterdam Belediyesi de sağ olsun bizi destekliyor. Ben de şimdi kendisine bırakayım mikrofonu. Çok fazla vaktinizi almayalım. Zaten buraya hani halka hitap etmeye değil, size desteğimizi açıklamaya geldik. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Ve gününüz omuzlarına dağır. Ik zei vanochtend tegen de consul, we kunnen als mensen een heleboel regelen, maar niet alles. Wat wij niet kunnen regelen is ons lot. Wij zijn figuranten in een film. En we hebben niet de regie van die film in handen. We zijn slechts figuranten. Sommige mensen zeggen tegen mij, wat is je plan voor het komend jaar? Zeg ik, een plan voor het volgend jaar? Ik heb geen plan voor het volgend jaar. Ik heb misschien ideeën en hoop, maar een plan, die heeft iemand anders in handen, die heb ik niet in handen. Dus geduld, sabr zeggen we dan, sabr. Dat is toch uiteindelijk het beste wat je kan hebben. En hopen dat heel veel mensen het leed bespaard blijft. En dat is denk ik de hoop die we hebben. Maar ik ben ongelooflijk onder de indruk van een grote mobilisatiekracht onder de Turkse gemeenschap in Nederland. En in Rotterdam in het bijzonder. Jullie zijn zo goed georganiseerd. We zijn tot heel veel in staat. Er staan vrachtwagens voor. Mensen brengen goederen, bedrijven schenken goederen, mensen schenken geld. En dat is denk ik die ongrenzen die zit in Hatay. Zij sturen mij elke dag details. Ze zitten in een open veld dat moet. Zij hebben een tenten neergezet in een open veld. Met een eten en drinken, een honden, et cetera. Zij werken 12 uur op, 12 uur af. Het zijn lange werkdagen die de mensen maken. Zij werken samen met de Zwitsers en de Italianen. En regelmatig vinden ze gelukkig nog levende mensen. We hebben als gemeente besloten om per inwoner een euro te doneren. Ook een euro namens jullie allemaal. Dankjewel. Rotterdam telt nu 655.000 inwoners. Dus het wordt ook 655.000 euro. Dat doen we samen met Amsterdam. Amsterdam doet precies hetzelfde. Die doneert ook een euro per inwoner. Dat is voor Amsterdam ongeveer 850.000 euro. Gisteren begreep ik van mijn collega burgemeester van Maassluis, Schiedam en Capelle, dat hij ook hetzelfde doet. Dat is, wij doneren dat geld wel via het Rode Kruis. Dat vinden wij de meest neutrale manier om hulp zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen. Zij zijn daarvoor uitgerust, hebben de structuren voor, weten hoe dat moet. Nu is alle hens aan dek, mensen helpen, humaniteit gaat voor, andere dingen misschien voor later. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel sterkte. Mochten we in deze periode nog voor jullie van betekenis kunnen zijn, voorzitter, dan hoor ik. Zeker weten. De bestuursvoorzitter van Mevlana Moskee, die zegt van, breng mijn verzoek uit naar zowel naar de burgemeester als naar het consul-generaal. Dat ze heel erg trots zijn dat u hier bent. Dat is een morele waarde, een morele steun die je aanbiedt naar ons toe. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amin. Ya ilahel alamin. Gazabından aklına sığınıyoruz. Bizlere merhametinle muamele eyle. Amin. İçinden geçmiş olduğumuz şu imtihanı başarıyla atlatabilmeyi nasip eyle. Amin. Şu anda canla başla buradaki milletimizin hazırlamak için
depremzedelere hazırlamış olduğu bu yardım tırını şu anda yola çıkarıyoruz. Mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlısıyla, güzel bir şekilde, hayırla yerine ulaşmasını nasip eyle. Amin. Hazırladığımız bu yardımlarımızı kardeşlerimize şifa eyle ya Rabbi. Amin. Orada yardıma muhtaç olan kardeşlerimize her türlü yardımı esirgeme ya Rabbi. Amin. Ölenlere gani gani rahmet eyle. Amin. Bizlere sabırlar ihsan eyle. Amin. Bizleri kulluğuna kabul eyle. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olabilmeyi nasip eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah çok şükür böyle insanlarımız geliyor, yardım ediyor hepsi. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten Türkiye'ye uzanan eller hepsine Allah razı olsun. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmadılar. Yani diyecek de başka bir şey yok hocam. Bir an önce inşallah bu işler biter. Afiyetle gider. Sayın Başkan sorusum, siz de tabii yeni başladığınız görevinize duygularınızı kısaca sorsak ne düşünüyorsunuz? Yani bu birlik beraberlik çalışmayı gördüğünüzde ne dersiniz? Üzücü bir vesileyle ben böyle başlamış olmasını çok üzdü. Çünkü anne tarafım Pazarcık'tı. Benim dedemin mezarı Pazarcık'tı. Vatandaşların dört elle bu işe sarılması ve Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayrım gözetmeden bu kötü günde bir araya gelmiş olması, şu aşağıdaki organizasyonu görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın her zaman birbirinin arkasında olduğunu, birbirini desteklediğini, kötü günlerde bir araya geldiğini görmek mutluluk verici. Sadece vatandaşlarımız da değil bu arada. Burada Hollandalılardan da gelen yardımlar var. Fasasıl'da Hollandalılardan gelen yardımlar var. Yani bu merkez sadece Türklerin toplandığı, Türklerden gelen yardımların toplandığı bir yer değil. Yardımların toplandığı bir toplanma merkezi aslında. Buradan Türkiye'ye nakillerini gerçekleştiriyoruz yardımlarımızın. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Maddi manevi desteği sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah bir daha böyle kötü günler göstermesin. Başka Amin. Güzel vesilelerle bir araya gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Belediye başkanımıza, Rotary'dan belediyesine, Sayın Avut Halim'e çok teşekkür ediyoruz. Hem bu 650 bin euroluk destek için belediyenin sağlayacağı, bugün bizimle bir arada olması, manevi desteğini göstermesi, hem burada çalışanlara hem de çalışanlarımıza büyük bir moral desteği oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Thank you. Ik heb natuurlijk niet aan alle Rotterdammers gevraagd wat zij voelen, maar naar een beeld is dat echt iedereen enorm geschokt is. En niet alleen dat het een aardbeving is, want dat gebeurt natuurlijk vaak een aardbeving, maar dat het een immense dimensie heeft. 10 provincies, een groot deel van het land in Turkije is getroffen, een groot deel van het westen van Syrië is getroffen. Het is gevoeld tot in Egypte, zover is het gevoeld. Ja, dan zie je dat de Nederlandse bevolking altijd in grote saamhorigheid reageert met afschuw en dan bereid is te steunen, te doneren en zo nog meer. Normaal gesproken, als ik 10.000 euro moet uitgeven als burgemeester van Rotterdam, dan heb ik vooraf toestemming van de gemeenteraad nodig. Maar hier hebben we gewoon aangekondigd dat we dat gingen doen. En dan zei de gemeenteraad, dat is goed. Het zegt iets over het gemoed van de mensen, maar ook van onze gemeenteraad waar ik heel blij ben. Ik heb veel mensen gebeld die ik persoonlijk ken, bijvoorbeeld iemand die mijn auto onderhoudt. Maar ook mijn chauffeur, een van onze chauffeurs, heeft de Turkse roots. En dan vraag je hoe het met je gaat. En dan krijg je tranen aan de telefoon. Dus het is heel dichtbij, het is niet zo ver weg. En ik ben blij dat te midden van al die ellende toch inderdaad de saamhorigheid dan toch boven water komt. Dat is een mooie menselijke eigenschap. Ja. En heeft u persoonlijk gesproken met de heer Enes Yiğit over zijn ambt? Ja, ik heb onze wethouder gesproken, maar ook een aantal van onze chauffeurs. Eentje had ik gemist, maar die bleek in het noorden van Turkije te verblijven. Muzit, die heeft daar is gepensioneerd, die zit daar nu bij zijn familie. Hij is nu daar de roetslagen in Turkije. Die zat in het noorden, die heeft daar zo even meegekregen. Maar, en de CIT is in ieder geval getroffen en zijn moeder ook.
Yeah. Thank you all. Bütün herkes bizlere yardımcı oldu. Çoluğuyla, çocuğuyla herkes bize yardımcı oldu. Bir duyuru yaptı. İnanın yani 7-24 saat burada çalışmalar oldu. 7-24 saat. O sıra hanım dizsem öylesine bizlere her zaman geldi, yanımızda bulundu. Abu Talip dizsem Sayın Belediye Başkanı o bile geldi. Onların bizim yanımızda durması bizlere daha güç kuvvet verdi. Allah razı olsun hepsinden. Ben de 2 gün öncesi memleketten geldim. İlk depremi bizzat kendim yaşadım. Fiziki olarak hem de sosyal medyadan aklımıza ne geliyorsa, ne paylaşılıyorsa, nasıl neler yarayışlıysa onları aktarmaya çalıştık. Ama buradaki veri, buradaki çalışma, buradaki efor inanılmaz bir çalışma var. Bütün fahri görevliler neredeyse zaten Hollanda Diyanet Vakfımızdan tarafından da belirli bir bölgelerde yardım toplama yerleri, lokasyonları nelerdir? Onlar da zaten belirlenmiş noktalarda. Bir tanesi burada Mevlana Camisi. İlk günden itibaren aldığım oradaki olaylar itibaren yardımlar orada başladı. Duyarlı vatandaşların getirdiği hediyeler yeni olmak şartıyla paketleri 3 gündür 24 saat çalışıyoruz. Hep paketleri hazırladık. Şu anda paketlerimizi tırlara verdik. Yardımlarınızı eksik bırakmayın inşallah. Hepinize saygılar duyuyorum.